Hallo, een probleem dat we gaan aanpakken is nagaan of iets een palindroom is. We gaan misschien eerst even laten zien wat een palindroom is. Een palindroom, dat is een string, een tekst die als je die omdraait, dat die terug hetzelfde woord heeft eigenlijk. Ik ga er nu maar eentje pakken die niet bestaat, omdat ik ken ze niet allemaal. FECBA. En zo kun je dus verschillende gaan opschrijven. Het eerste wat je moet doen om dat na te gaan, is een of ander algoritme vinden om dat na te gaan eigenlijk. Er zijn eigenlijk twee gevallen dat je moet onderscheiden. Het eerste geval is als het heel mooi in het midden kan gedeeld worden. Dat wil zeggen dat het deel dat links staat en het deel dat rechts staat, als dat even lang is. Dat is één bepaald geval. Daarnaast heb je nog een tweede geval dat je kunt voor hebben. Is, en dan moet je dus eerst even over nadenken, over al die gevallen. Dat is dat het oneven aantal letters bevat, bijvoorbeeld A, B, C, dan iets willekeurig en dan C, B, A. Dan is dit ook een palindroom, want de middelste letter doet er eigenlijk niet toe. Het volgende wat je moet doen is een of ander algoritme zien te vinden. Ik stel nu de rij letters voor als een lijn. En wat kunt u doen? U kunt proberen van ergens twee veranderlijke te nemen. Dat is één algoritme, waarbij je hier een i hebt en je laat die helemaal naar rechts evolueren. Dat is één bepaald algoritme. En je hebt hier bijvoorbeeld een andere veranderlijke j die tezelfde tijd helemaal naar links gaat. En als je telkenmaal, dus eerst heeft i hier, wijst hier naar de eerste letter, en dan j wijst hier naar de laatste letter, eigenlijk moet ik die van boven tekenen. En als die gelijk zijn, dan ga je maar door eigenlijk. En je begrijpt dat dit hier te ver gaat, omdat als je de eerste letter hebt vergeleken met de laatste letter, dan moet je niet nog eens terug die met die gaan vergelijken eigenlijk, helemaal op het einde. Dus je moet eigenlijk maar tot de helft gaan eigenlijk. Oh, en je moet wel zorgen dat je algoritme klopt bij oneven. Dus dan moet je even nagaan. Dus dat is één algoritme dat je kunt toepassen. Wat zou je nog kunnen doen? Je zou, als je tekst hebt, je zou die kunnen sowieso in twee splitsen. Bij even gewoon in twee. Bij oneven ga je één letter eruit knippen, zodat je twee stukken krijgt. Dus dan heb je dit stuk eigenlijk niet nodig en dan ga je bijvoorbeeld met die twee strings apart werken. Dat maakt het misschien iets of wat gemakkelijker. Dan heb je bijvoorbeeld, je hebt het in twee gedeeld. En dan kun je één veranderlijke hebben die hier vanaf hier vertrekt. I. En de andere die vertrekt vanaf hier. En wat is daar eenvoudiger aan? Wel, de dingen zijn korter eigenlijk. En deze gaat dus in die richting. En dus de i gaat in die richting om de tekst af te lopen. Het voordeel daarvan is dat het eigenlijk dat i en j, deze gaan van 0 tot de lengte eigenlijk, van de helft dan, hè. En deze gaat van de lengte tot 0. Die lusjes zijn iets of wat eenvoudiger eigenlijk. We gaan even kijken hoe dat we het gaan aanpakken. Je hoeft het eigenlijk ook niet direct helemaal op te schrijven. Je kunt het misschien stukken gaan doen. Dat doe ik ook dikwijls. Als je niet direct het geheel ziet, dan ga je stukje per stukje bijvoorbeeld de helft van de letters uitdrukken. En dan is de helft van de letters van achter te beginnen uitdrukken. En dan pas het is te schrijven. We gaan het eens gaan proberen. Dus hebben hier JavaScript. We steken hier een eenvoudige string in. En we moeten wel omgekeerd. We zorgen dat het een palindroom is. Dat mag ook een langere zijn. We kunnen die ook gaan inlezen. Dan een naam aangeven, t van tekst bijvoorbeeld. En we gaan die gewoon al even gaan aflopen voor, we hebben een variabele i, var i die vertrekt van gelijk aan 0, want de index vertrekt altijd van 0. Dus ja, mooi hier zeker nog eens van 0 gaan, voor i gaande van 0 tot, en we gaan direct kijken of het juist is, i kleiner dan t punt lengte. Lengt, code completion, gaan we i altijd gaan verhogen. We gaan hier eens lengte gedeeld door 2 pakken. Zo.
En we gaan gewoon die karaktertjes even laten zien. Met console.log laten we t.garat.i even zien. We gaan dit saven en we gaan dat hier gaan uitvoeren. Hier moeten we wel op F12 drukken om de console te zien. Console, en we zien ABC. Dus het werkt al voor een even aantal. Dan gaan we eens even hier saven en hier terug opnieuw refreshen. Het werkt niet voor een oneven aantal. Omdat we dan één letter te veel vergelijken. Maar ja, als we die x twee keer vergelijken in beide richtingen, dan is het ook nog goed eigenlijk. Oké, we gaan hier terug dit geval zetten. En we gaan hier onthouden dat we natuurlijk ook het andere geval moeten nagaan. En eigenlijk zouden we ook moeten nagaan een heel speciaal geval dat dikwijls wordt vergeten. Dat is namelijk de lege string. Om te zien of het dan ook nog werkt. We gaan eens kijken of we hier geen fout krijgen. Als we hier de lege string nemen, dat wordt heel dikwijls vergeten, zulke dingen. En we krijgen, er wordt niks uitgeschreven, maar dus we krijgen geen fout. Dus oké, dat is goed. Dan moeten we een algoritme gaan kiezen. We kunnen tegelijkertijd, als we i hier laten variëren, we gaan misschien eerst de tweede lus gaan schrijven. Kopiëren dit, zo, we zetten die hier achter. En we gaan wat beter formatteren. Zo. En we laten hier een tweede veranderlijke j. En die laten we ook zo. Die code completion geeft een beetje rare dingen eigenlijk. Zo, we laten j nu gaan met van het achterste, van length gedeeld door 2. En zolang dat j groter of gelijk is aan 0. Gaan we verder gaan en we gaan j altijd gaan verlagen. Dus nu gaan we de letters in omgekeerde richting gaan aflopen. U ziet, we moeten alles niet direct kunnen. We moeten hier natuurlijk wel j gaan schrijven. Zo. En even kijken of dat klopt. Oké. Even save. Even hier refreshen. En we krijgen ABC. En dat klopt niet. Lengte gedeeld door 2, alleen maar A. Dit hier werkte, dus hier gaan we even commentaar van maken. Zo, save. Hier terug refreshen. Hier klopt dus eigenlijk iets niet. Ja, wat is er mis? Je ziet het eigenlijk wel direct als je het even uitschrijft. Dat moet je eigenlijk altijd wel doen. Als je hier begint de letters A, B, C, C, B, A te zetten. En de eerste lus ging hier j van 0 tot de lengte gedeeld door 2, de lengte is 6, tot 3, maar 3 niet inbegrepen, dus die ging tot hier. En we gingen dus deze letters laten zien, want we verlaten de lus als het gelijk wordt aan de lengte gedeeld door 2, aan 3, en index 3 is hier eentje te ver, want we trekken vanaf 0. Maar de tweede, we gaan daar een ander kleurtje voor nemen, die zou van hier moeten vertrekken en die zou naar hier moeten gaan. En ik laat die vertrekken aan de lengte gedeeld door 2, wat niet goed is eigenlijk. Ik laat die vanaf hier vertrekken en dat is niet goed. Ik moet die van achter hier laten vertrekken en die moet dan naar voren gaan eigenlijk. Dus we gaan dat hier gaan aanpassen en moeten vanaf... Oh, ik heb lengte gedeeld door 2 geschreven. Ik heb die t-punt vergeten. Dus dat moet t-punt lengte zijn. En zolang dat j groter of gelijk is, dan moeten we eens nagaan of dat gelijkheidsteken klopt. Groter dan t-punt lengte. We gaan dat delen door 2. Zo, tot de helft gaan we het al te gaan verminderen. We gaan even alleen deze dus gaan uittesten. Even 7. Dus we moeten ABC gaan krijgen. Refresh en we krijgen ABC, dus dat lijkt te werken. Even kijken of het ook werkt. Als we dit hier doen, moeten we dan ook nog de x krijgen. Nee, we krijgen de x er niet bij, dus die gaat eentje minder. Dus dat is een speciaal geval bij oneven. Je ziet dat u die alle gevallen moet eigenlijk
nagaan. Dus ofwel gaat u met een if-then-else gaan testen of we een even aantal hebben of een oneven aantal, ofwel probeert u een formule te vinden dat beide klopt eigenlijk. Eigenlijk zou je dan moeten nagaan met een tabelletje. We gaan het eens proberen hier een tabelletje te schrijven. Als we er 6 hebben, 6 letters hebben, die hebben we hier, of we kunnen er oneven aantal hebben, 7. Dan hebben we 2 lussen, de i-lus en de j-lus. Bij 6 gaat i gaan, die i, en dan moeten we dan even hier gaan kijken, van 0 tot de lengte gedeeld door 2 tot 3. Ja, ik had het er juist al zitten zeggen. Dus gaat van 0 tot 3. 3 wordt, oh, je moet 0, 0 al zetten eigenlijk. 0 tot 3. Dat is de vierde letter. De vierde letter wordt niet meer uitgevoerd. In plaats van het tabelletje ga ik gewoon even ze uitvoeren. Ik heb hier non even, ik voer het hier uit. Dan zie je dat we hier bij deze lus hier eentje te ver gaan bij een oneven aantal. En de tweede die gaat goed. Zo, die gaat hieruit. Maar als we die nu eens gaan samenvoegen, die twee lussen eigenlijk. Dus we gaan hier nu commentaar van maken. Zo. We weten dat we ze in omgekeerde volgorde kunnen aflopen. Als we nu hier een accolade zetten. Ja, we zetten hier van achter ook een accolade. En we laten nu voor die lus hier, laten we die J dus beginnen, lijkt die lus die we hier hadden, hier, hè, lijkt dat we hier hadden, zo. We laten die vertrekken van t.lengte, ja, van daar laten vertrekken. En we gaan in die lus altijd, hier gaan we de eerste letter gaan uitschrijven en hier nu direct de tweede ook gaan uitschrijven, console.lengte. Log, ik kan dat hier gewoon kopiëren eigenlijk. Zo. Ja. We gaan die dus in elkaar gaan steken. Zo. Hap. En dan moeten we hier de J altijd gaan verminderen. Zo. Even save. En even kijken of we altijd het. Dus nu hebben we twee dingen die we gelijkertijd doen. We laten direct de I, die gaat vanaf 0 tot naar het midden, en die J die vertrekt vanaf 8 van achter hier en die gaat ook naar het midden. En nu stoppen ze alle twee op hetzelfde moment, want het is dezelfde lus. Even kijken, save en naar hier gaan, refreshen. En ja, die uitvoer die klopt hier wel eigenlijk niet. En als je daar goed naar kijkt, dan zie je dat we hier altijd per 2 uitdrukken. Omdat we hier altijd per 2 hier uitdrukken, 2 letters uitdrukken. Verwachten we hier 2 dezelfde. En we zien dat dat eigenlijk niet klopt. Er is altijd eentje verschil. En hier hebben we een spatie dat we krijgen. Dat doet me vermoeden dat we hier de eerste keer hier, garatier, dat we daar buiten de string zitten eigenlijk. En als je daarnaar kijkt, dan klopt dat ook, want we vertrekken hier van t plus lengte. We geven even een voorbeeldje. Als we een string hebben van, dus ja, in dit geval 7 lang, cba, en we gaan de zevende positie gaan nemen, we vertrekken vanaf 0, dan zitten we eentje te ver, en we eigenlijk de achtste positie eigenlijk. De achtste letter, omdat we vanaf 0 beginnen tellen. De lengte gaat vanaf 1. De oplossing is vrij simpel. We gaan hier eentje aftrekken voor J. Oh, 1 aftrekken. Zo. Even 7. Hier refreshen. En nu zie je dat je heel mooi de letters hebt. Altijd dezelfde letters gaan vergeleken worden eigenlijk. Dus als we nu hebben A, B, C, X, C, B, A. Dan gaan we dus eerst deze A vergelijken met die A. Dat zijn dus hier, dat is hier de deze, dat is hier de deze. En dan daarna gaan we die B met die B gaan, en die laten we dus ook hier zien, hè, gaan vergelijken.
dat is hier met een andere i en een j. En zo gaan we mooi naar het midden toe en we stoppen. Dan moeten we nog even checken of ons algoritme ook werkt voor als we deze x hier wegdoen. We refreshen en ja, we testen dezelfde letters eigenlijk. Oké. Dus nu moeten we nog alleen maar testen of eigenlijk alles gelijk is en moeten de lus verlaten. Dus we gaan misschien in het begin een veranderlijke zetten. Var palindroom. We veronderstellen dat die true is, dat die gelijk is eigenlijk. En we gaan, als die twee dingen verschillend zijn, dus die hebben we eigenlijk nu niet meer nodig, deze twee. Dat was om te testen of de juiste karakters vergelijken. Dan kunnen we gaan testen. If, we moeten wel die stukken hier nemen, want hier vergelijken we de juiste letters. If, we kopiëren dat. We zetten dat hier. If die letter gelijk is aan deze letter, dan is het oké. Moeten we niks doen. Kopiëren, hier zetten. Maar het is alleen als het verschillend is. Verschillend is een uitroepteken, is... Als ze verschillend zijn, dan gaan we, wat gaan we dan doen? Dan gaan we palindroom gelijk zetten aan false. Zo, deze instructie staat daar, die wordt altijd uitgevoerd. En dus we gaan nu altijd twee letters gaan vergelijken. En als er twee verschillend zijn, zetten we ze aan false. Als we dan op het einde van de lus de palindroom uitdrukken, dan weten we... console.log palindroom, dan gaan we zien of het waar is of niet. We gaan misschien alles laten zien, zowel de tekst t plus een tekstje is met een dubbele punt erachter, zo, en dan plusje. Gaan we het even gaan uitdrukken. Even kijken, refreshen. Dit is een palindroom, dat klopt. Dit hier even save, refreshen. Palindroom is true, klopt ook. We gaan nu eens een andere gaan zetten. Dus we zetten daar een lettertje bij. Zo, dit is geen palindroom. Even. Hij geeft nog altijd... ik had niet goed gerefreshed. Hij geeft vals, dat klopt ook. En nu is een even... Het aantal letters wijzigen. 7 eer vals. Dus het algoritme lijkt te kloppen. Het is wel niet zo heel erg efficiënt, want stel nu de eerste letter klopt dan niet. Als we die hier gaan vergelijken, de W en de A, en we zetten dan in dat geval palindroom gelijk aan false, dan heeft het eigenlijk niet veel zin meer dat we nog verder gaan. Eigenlijk, want we weten al dat er geen is. Dus zouden we de lus eigenlijk vroeger kunnen verlaten. En dat doen we dan hier while... i kleiner is dan lengte en we moeten doorgaan zolang het een palindroom is. Nu mag ik schrijven en palindroom is true of gewoon is palindroom. Altijd nog even checken in alle mogelijke gevallen of het klopt. Dus hier 7, hier doen, hap, klopt, het is geen palindroom. Dit hier weg doen, 7, refresh, palindroom lijkt te kloppen. X, 7, refresh, palindroom, misschien hier nog een beetje bijzetten. Dan hebben we alle vier gevallen gehad en het algoritme lijkt te kloppen. Zo, je ziet hoe dat je in stappen kunt komen tot een oplossing. Dit is één oplossing voor palindroom. Dank voor uw aandacht.